De Amerikaanse delegatie die dinsdag op bezoek was in Suriname, heeft er vruchtbare gesprekken gehad. Dit laat minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken optekenen. De Busa-minister zegt dat het bezoek van de delegatie een follow-up is van het bezoek van zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo, die de vorige maand. De delegatie bestond uit 5 verschillende coöperaties van de VS, zegt de Busa-minister. Het meest belangrijke was wat we noemen de Development Finance Corporation. Die doen aan ontwikkelingsfinanciering. Ze waren hier eigenlijk in vervolg op het bezoek van secretary Pompeo van een maand geleden. Waarbij afspraken zijn gemaakt om te kijken hoe de Amerikaanse regering Suriname kan ondersteunen op financieel technisch gebied. Dus nu was deze missie hier. We hebben eerder een gesprek gehad met de minister van Financiën, de minister van Openbare Werken en ikzelf met de delegatie, meer op technisch niveau. En daar is afgesproken dat de Amerikaanse regering mogelijkheden heeft om op kort termijn een aantal faciliteiten beschikbaar te stellen. Financiële faciliteiten. Die zijn er met name op het gebied van het Agrarisch Kredietfonds en ook op het stuk van kleine en middelgrote bedrijven. Dus dit zijn faciliteiten waarbij dus leningen verstrekt kunnen worden aan kleine ondernemingen in de agrarische sector, dan wel in de andere sectoren, om een stukje ontwikkeling op gang te brengen, werkgelegenheid te creëren. Ramdien zegt verder dat minister Armand Achaibesing van Financiën en Planning tijdens de meeting over een schuldverlichting heeft gesproken met Adam Buller, CEO van de US International Development Finance Corporation. Het resultaat is dat Suriname ondersteuning kan krijgen voor het saneringsprogramma dat de financiënminister heeft uiteengezet in het parlement, zegt Ramdien. Dat is belangrijk in het kader van het traject naar de IMF. Dus er is over een aantal zaken verder gesproken, omtrent grote projecten die mogelijk gefinancierd zouden kunnen worden. Maar die gaan wat meer tijd in beslag nemen, omdat je daarvoor heel wat studies moet doen. Maar de Amerikaanse regering is dus geïnteresseerd in een stukje economische ontwikkeling. Ze hebben wederom bevestigd dat ze in Suriname een partner zien. Dat ze blij zijn met de nieuwe regering en de wijze waarop de nieuwe regering probeert zaken aan te pakken. Uiteindelijk gaat het bij hun om een stukje economische ontwikkeling, hebben ze aangegeven. Voor ons is belangrijk dat we middelen hebben die het Surinaamse belang kunnen dienen. En in dit geval zien we die wel degelijk aanwezig. Na dit gesprek zullen we de komende week met een Amerikaanse ambassadeur hier te lande zitten om sommige van die afspraken die zijn gemaakt verder in detail uit te werken. En vanaf dat moment zullen we dus wat overeenkomsten moeten tekenen als het gaat om kredietfaciliteiten. Busa-minister Albert Ramdien. Hij sprak over het kortwerkbezoek van een top-Amerikaanse delegatie de afgelopen dagen. Tijdens het bezoek heeft de delegatie ook een meeting gehad met president Chandrika Prasad Santokhi en de Surinaamse Bankiersvereniging.